82! Sorry, Mike! Fucking 82! You are the most fucking dumb on the face of the Na een lange periode van coronamaatregelen is eindelijk het nachtleven weer terug van weg geweest. Er mag weer gestapt en gefeest worden. Sommigen hebben nogal moeite om hun draai te vinden. Hallo. Ja, neem me maar. Nou, ik hoef je niet te nemen hoor, alsjeblieft. Laat me niet meer op mijn verjaardag. Ik wil gewoon betaald. What the fuck, schop gewoon tegen die wagen. Ja, tegen de auto. Collega's van Milan en Dylan ontfermen zich over de geëmotioneerde dame. Het duo gaat zelf naar een andere locatie om te assisteren bij een staande houding. Luister, ik heb een vraag. Ja, zegt u het eens. Hun? Ja? Raken mij aan. Ja. Mag ik hun aanraken? Ik weet niet. Mag ik hun, eerlijk? Mag ik hun aanraken? Ja of nee? Rotterdam Centraal. Ja. Geef haar aan. Je kan hier de tram pakken naar Amsterdam Centraal. En daar de tram pakken naar, Rotterdam Centraal. Ja. Maar ze is gewoon dronken. Ze begrijpt het niet. En ze blijft achter ons aanlopen. Ze trapt tegen de tram aan. Ja. Vervolgens lopen we weg. Trekt ze aan Martin. Dus. Ja, natuurlijk. Mijn vraag is... Zegt u het eens. Hun raken mij aan. Ja. Ja, dat is wat er gebeurt. Ja. Mijn vraag is, mag ik hun aanraken? Ja, op het moment dat... Dat mag niet. Dus dat is het punt waar wij stoppen met praten. Hun mogen mij niet aanraken, ik mag hun niet aanraken. Als hun mij aanraken, is er een probleem. Als hun mij aanraken, is er geen probleem. Dus weet je wat? Ik loop door. Wat gebeurt er dan? De handhavers willen haar ID-bewijs. Maar mevrouw weigert die te geven. Zie je? Ik moet even blijven staan. Heeft u, heeft u een paspoort bij u? Dat is hetgeen wat er gebeurt. Heeft u een paspoort bij u? Maar dat is hetgeen wat er gebeurt. Ja. Oké, okay, mevrouw, heeft u een paspoort? Ik kan mijzelf identificeren. Ja. Mag ik even een paspoort van u? Dit is mijn paspoort. Ziet u? Mevrouw is aardig onder invloed. Dat is wat er staat. Ze ziet haar eigen hand als een ID-bewijs. Maar u kunt het niet zien. Nee, je kan het inderdaad maar niet zien. Maar ik laat het wel zien. Dus dit is... Je blijft er verstand. Dus dit is wat er gebeurt. Dus dit is wat er gebeurt. Dit gebeurt er, ja. Je moet niet door laten lopen. Dus we hebben afgeheerd. Ja. Maar scherenstraat? Ja. Mevrouw. Neem maar iets te vissen. Oké, kijk het fucking adres. Ja, we komen hier aanrijden en dan zien we dat mevrouw en collega's van ons moeite hebben met een vrouw. Dan komen we aan en gaan we even kijken, dan gaan we het verhaal aanhoren. Dan hoor ik dat mevrouw pittig veel gedronken heeft en erg vervelend is. De hoop dat mevrouw gaat meewerken is aardig vervlogen. Ze wordt gefouilleerd om te achterhalen of ze een ID-bewijs bij zich heeft. Dan heb je zelf een probleem in de kamer. Voor wat haal je me niet? Voor een loopband? Ja. Nee, inderdaad. Wat houdt het nu op? Ik ben deze aangehouden. Ik heb niet identiteit nodig. Ik ben voor deze aangehouden. Ik vast wel identiteit. Mevrouw wordt aangehouden voor het niet bij zich dragen van een ID-bewijs en belediging. Op het politiebureau zal haar identiteit achterhaald moeten worden. Niks is aan de hand. Je houdt mij vast voor niks. Hou me vast voor niks. Zoveel mensen die echt aangehouden worden voor iets. En dan hou je me vast voor niks. Als je gewoon je idee had afgegeven, was er niks aan de hand geweest. Het maakt niet uit of ik nou mijn idee had vastgehouden of niet. Het maakt niet uit. Het maakt echt niet uit of het nou zwart of wit of bruin of paars of wat dan ook was. Dat maakt helemaal niks uit. Het maakt niks uit. Als je maar iemand kan vasthouden, toch? Nee, als jij maar jouw puntjes kan opschrijven, dat is het. Dat wat minder moet het doen. Oei, oei, oei. Oké, daar zijn we klaar mee. Terwijl er gewacht wordt op de politie, begint mevrouw steeds vervelender te worden. Moet ik even doorgeven dat hij misschien wat door moet rijden, of niet? Ja. 171, ja, meld kan met de aanhouding van de Rijzenstraat nummer 81. Graag een klein beetje spoed erachter, want mevrouw begint irritant te worden. 82! Sorry, Mike! Fucking 82! Jullie worden mij fucking dood van 82! 82!
Milan spreekt intussen wat toeristen aan. You speak English? No. What do you speak? Español? Spanje? Cerveza? No bueno. Vale? Okay. Sí? Empty. Empty. Señor. Señor. No. Hallo. Hey. Empty? Throw away. Okay. Yeah. No. Empty? And then throw away. Sí? Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Terug naar de dame. Zij wacht op haar taxi richting het bureau. En nu wachten we op de politie voor vervoer. En dan zal mevrouw naar het cellencomplex worden getransporteerd. En ze zal daar worden voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Collega, waar moet ze naartoe? Cellencomplex, het bureau. Laat me los! Laat me los! Ja, lijkt me een goed idee. Laat me los! Jongens, zij mag in de auto. Wat ik voor nu weet is ze voor de wet op identificatieplicht aangehouden. Dus voor het niet tonen op eerste vordering. En mogelijk dat ze nog beledigingen bij krijgen omdat ze de collega's beledigt. Mevrouw zal overnachten op het bureau en morgen waarschijnlijk met een fikse kater worden voorgelegd. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.